Ik zou heel graag voor vandaag een vraag centraal willen stellen. En die vraag luidt: welke wijsheid hebben kinderen nodig in tijden van technologisering, van digitalisering? En ik stel die vraag omdat ik hem eigenlijk steeds belangrijker vind. Ik heb het antwoord niet. Ik verwacht overigens ook niet dat er vandaag heel precies een antwoord komt op die vraag. Sterker nog, ik denk niet dat er één antwoord mogelijk is op die vraag. Maar ik wil wel een paar handvaten geven om na te denken over die vraag wat wijsheid eigenlijk is in een tijdperk van digitalisering. En dat zijn er drie. In de eerste plaats wil ik graag dat we beter gaan nadenken over technologische wijsheid. En daar bedoel ik mee niet zozeer dat we alleen investeren in skills van kinderen. Kinderen moeten veel meer, hebben veel meer technologische kennis nodig in een digitale tijdperk dan vroeger. En dat is ook heel belangrijk, maar het gaat eigenlijk verder dan technologische kennis. Technologische wijsheid voor mij betekent dat ze ook weten hoe bijvoorbeeld sociale media gedrag stuurt. Dat men eigenlijk weet wat een like-knop doet met jou en ook met anderen. Dat je weet hoe bijvoorbeeld personalisering werkt in sociale media. Hoe komt het dat informatie precies naar jou gestuurd kan worden? En wat heeft dat te maken met de belangen van degene die dat sturen? Het gaat allemaal net iets verder dan precies weten wat er onder de knop zit. Je hoeft ook niet onder de motorkap te kunnen kijken om goed auto te leren rijden. Maar met digitale media is dat precies hetzelfde. In de tweede plaats zou ik willen nadenken veel meer dan technologische wijsheid over sociale wijsheid. Want in deze tijden waarin het heel gemakkelijk is om allerlei dingen op internet te gooien, om van alles over elkaar te zeggen, moet je eigenlijk heel goed weten hoe dat wat je zegt effect heeft op anderen. Dus dan heb ik het over sociale processen zoals insluiting en uitsluiting. Wat doet sociale media met jou als je daarvan het slachtoffer wordt? Als je anderen kunt beïnvloeden in hun gedrag? En dat gaat van het hele, het kleine gedrag zeg maar op het schoolplein, dus tot het grote gedrag in onze samenleving. Eigenlijk het hele verschijnsel van hate speech kun je eigenlijk al zien beginnen op het schoolplein. En daarvoor heb je heel veel sociale vaardigheden, maar ook eigenlijk gewoon sociale wijsheid nodig. Normen en omgangsvormen spelen daarin een hele belangrijke rol. En in de derde plaats zou ik het eigenlijk graag willen hebben over wijsheid als gezond verstand, common sense. Ik weet eigenlijk gewoon geen betere term. Voor studenten noem ik dat eigenlijk academische vorming. En daaronder versta ik bijvoorbeeld het kunnen wegen en afwegen van informatie. We leven in een tijd waar op internet een zee aan informatie te krijgen is. Eigenlijk kun je alles beweren en daarvoor allerlei feiten vinden om je mening te onderbouwen. Maar om een goed onderscheid te kunnen maken tussen zin en onzin, tussen feit en mening, tussen manipulatie en een gebalanceerde weging, dat begint eigenlijk steeds moeilijker te worden. En dat komt omdat we al die informatie maar op ons afkomt en steeds moeilijker wordt om precies de bron of de herkomst van een bericht te kunnen wegen. Nou, daarin het ontwikkelen van gezond verstand is uitermate moeilijk, maar vereist eigenlijk zowel die technologische wijsheid als die sociale wijsheid. En dan kun je ook hopen op meer maatschappelijke wijsheid of gewoon gezond verstand, het leren begrijpen van je omgeving. In het kort, het is een hele grote vraag. Ik geef een paar handvatten om de technologische wijsheid, sociale wijsheid en eigenlijk gezond verstand of intellectuele wijsheid, maatschappelijke wijsheid. En ik denk dat we op al die niveaus met elkaar in overleg moeten. Hoe kunnen we dat bereiken? Dat kunnen we doen door te kijken naar een curriculum. Dat is heel precies. Ik denk niet overigens dat we dat allemaal kunnen proppen in één vakje mediawijsheid. Hoe belangrijk ik dat trouwens ook vind. Maar het gaat veel verder. We moeten eigenlijk in elk vak op school, in de omgang met elkaar op school, overal komt een stukje wijsheid in het tijdperk van digitale geletterdheid terug. Dus ik hoop ook dat dit veel verder gaat dan alleen maar hoe kunnen we het curriculum een klein beetje aanpassen om ook dat vakje een plek te geven. Voor mij is wijsheid in het tijdperk van digitalisering en technologisering is een veel breder probleem. Net zoals de problemen op dit moment met fake news, met hate speech, met allerlei omgangsvormen op internet, een veel omvangrijker probleem vormen.
Ik hoop dat daar vandaag heel veel over gediscussieerd gaat worden. Ik ben er helaas zelf niet bij. Ik zou dat graag willen doen. Maar ik hoop dat op deze manier dat er ook meer wijsheid komt over hoe die wijsheid bij te brengen.